Lieve Yvonne, de kroonprins heeft je gekust, dus waarom zou ik het niet doen? Ja. Dag. Doen we er drie? We doen er drie. Kom met me mee. Ja, hou me goed zo, vast. Ja, ik hou je goed vast. Kom met me mee, Yvonne. He, he. Zeg, je ziet er prachtig uit. Dames en heren, wat zij aan heeft, dat is een cadeautje van ons Werdendat productieteam. Dus ja, dus je mag het mee naar huis nemen. Ja. Alleen die schaatsen. laat je schoenen eens zien, want het zijn pijlers, hè. Waar sta je nou makkelijker op, met die dingen of op schaatsen? Nee, op schaatsen. Ja, ja, kom eens even dichterbij me staan. Zeg, er komt ontzettend veel over je heen. Hè? Je bent dus echt wat je noemt koninginnetje van het bal. Hè, wat vind je er nou zelf van? De sportkoningin van Calgary, de dochter van 14 miljoen Nederlanders. Dat zijn allemaal superlatieven. Je hebt de hele dag fotografen om je heen. Nou, het is heel vermoeiend, moet ik zeggen. Ja, hè? Ik weet er alles van. Ja. En jij schaatst er ook nog bij, dat is nog erger. Ja, dat moet er dan intussen de bedrijven door ook nog eens wat aan gedaan worden. Maar ja, het is heel erg leuk, zeker voor een weekje, maar ook niet veel langer. Ik vrees dat het toch nog eventjes doorgaat, hè? Want dit zijn toch niet je laatste successen geweest, ben jij maar. Ik hoop het niet. Weet je wat nou zo jammer was, en het is niet zo jammer voor mij als wel voor jou, toen die enorme huldiging begon in Haarlem, toen was jouw vriend Arie er niet bij, hè? Nee. Want daar stort iedereen zich nu ook op, hè? Alles is belangrijk van je. Ja. De hond, de kat en jouw vriend Arie. Ja, die moest weg. Voor Tomba een Ferrari, voor mij Arie. Ja. 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 Heb je ze nou... Kijk, ik mag ze even vasthouden. Oh. Nou, doe ze heb maar je op ze... Maar... daar krijg je rugklachten van. Heb je ze verzekerd, die drie gouden plakken? Nee, nog niet. Heb je wel een kluisje om ze erin ik te leggen? Ik heb een kluis, ja. Ja? Ja. Zeg, nou ben je een week terug, hè? En je wilt toch... Ik neem aan dat je ontzettend graag weer terug wil naar back to normal. Gewoon weer de gewone Yvonne van Gennep terug worden die je altijd geweest bent en die je ook altijd zal blijven. Ja, tuurlijk. Maar dat zal toch moeite kosten? Nou, we gaan morgen naar Noorwegen. Ja, en... oh, dan ben je er even vanaf. Dan ben ik inderdaad even vanaf. En daarna dan ga ik heel snel op vakantie, dus dan zal het allemaal wel meelopen. Ja, en daarna? Jij hebt ooit medicijnen gestudeerd, hè? Hoe lang? Nou, ik denk een maand. Denk je dat er een tweede maand in zit nog? Dat weet ik nog niet. Nee, ja, ik klingel even met dat goud, dat vind ik een lekker gehoor. Je denkt niet dat je dat opnieuw gaat oppakken? Nou, heel misschien, maar ik krijg op het ogenblik heel veel aanbiedingen. En dat wil ik toch ook wel even overwegen. Ja, dat dus, vind ik ook. Daar moet je rustig over nadenken. Ja. Yvonne, je hebt die gigantische huldiging gehad die van Ajax in de tijd overtrof. 60.000 mensen in de Haarlemse straten. En jij zat in een open karos en je had een clownsneus op. Waarom was dat nou? Nou, ik had een grote pukkel op mijn neus. Ik denk, ik ga die bergen. Nou, die pukkel is nou weg. Zal ik ze voor je bewaren? Of neem je ze liever zelf mee? Nou, ik neem ze liever zelf mee. Ja, dat zou ik ook wel doen. Lieve schat, de oranje snoer is voor jou. Yvonne van Gennep. Wilt huldigen als volk en je hebt een koningin in je midden. Waar is de dirigent? Dirigent. Zoek. Dirigent. De dirigent. Ja. Daar is het. Ja. Zet je hem nu in? Oké. Okay. Ja. Thank you.
Jullie mogen samen even mee naar je plaats. Bedankt, bedankt, bedankt. Thank you.